wat ik heb gemaakt. Ik heb met verf het doek geraakt. Ik heb mijn atelier verplaatst naar de Waag, nummer 13. Ja, dit is wel een geweldige overgang. Aan de Toban, waar eerder het baken zat, daar waren maar weinig passanten. Ik denk dat ik hier nou de laatste 14 dagen dat ik hier aan het inrichten ben, ja, meer mensen heb zien binnenkomen en voorbij komen dan een half jaar aan de Toban. Dus echt een mooie plek voor het publiek. Ja, ik denk dat het leuk is straks, hè, als het oude gebouw van McDonald's weg is. Dan heb ik uitzicht op Niels, dus dan hebben we een heel groot plein voor ons. En het oude V&D, dat gaat er prachtig uitzien, dat kun je nu al zien. Ja. En hoeveel leerlingen kunt u hier bergen? Ik heb 4 groepen. De donderdagavondgroep is de masterclass, dat is een klein groepje, maar wel specialisten. En dan heb ik 3 andere groepen op dinsdagochtend en avond en op donderdagochtend. En in elke groep heb ik een stuk of 6, 7, 8 mensen maximaal. Nou, we hebben geen officiële opening, maar we doen de deur open. En we hebben zo'n 200 mensen uitgenodigd die ik persoonlijk ken, die ik gewoon eventjes daarvoor wil benaderen. En dan tussen 2 en 6 uur, ja, dan is het een soort van open huis. Dus het is een beetje doorlopend binnen kunnen komen kijken. En dan wordt het wel gezellig. Okay. Wat ik heb gemaakt, ik heb met verf het doek geraakt. Ik ben het.